De laatste ogenblikken voor de start. ...1961. De FIA wil door alle ongelukken de snelheid beperken en de Formule 1-auto's worden teruggebracht naar 1500 cc. De auto's rijden wel 2 seconden trager per ronde. Ondanks de protesten van de coureurs en de constructeurs leefden toch mooie races en wagens op. Ferrari, Cooper, Porsche en BRM leveren de auto's. Ferrari komt met de prachtige Dino 156 Formule 1. Ook wel Sharknose genoemd, of in het Nederlands haaienbek. De auto heeft veel bekijks. Prinses Irene en prins Bernard zijn ook aanwezig. Zandvoort opent de Grand Prix races op 20 mei 1962. Op het rennerskwartier worden de auto's voorbereid. Nummer 9, de Lotus Climax van Ines Ireland. De Dino 156 Formule 1's van Ferrari, die vorig jaar een succes waren, zijn nog niet aangepast door de perikelen in het Ferrari-team. Phil Hill met nummer 3 loopt samen met het Ferrari-team de wagen nog na. Bruce McLaren neemt al plaats in zijn Cooper Climax met een Coventry Climax 8-cylinder motorblok. De auto's worden klaargezet voor de race. Ben Pon maakt zich klaar voor de race in zijn Porsche met nummer 15. De Zweed Joachim Bonnier racet ook voor Porsche met nummer 11. John Surtees op pole position, nummer 19. Graham Hill, nummer 17. Jim Clark, nummer 4. Jack Brabham, nummer 8. Tony Max met nummer 7. Rechts, Carol Godin de Beaufort, nummer 14. Ricardo Rodriguez stapt in zijn Ferrari, nummer 3. En het wachten is op de vlag. Met zwaar geronk is de grote prijs van Nederland begonnen. Surtees, Jim Clark, Graham Hill, gevolgd door Rodriguez. Taylor en de rest schieten de hunze rug op. In de achterhoede Bonnier, de Beaufort en McLaren. Ben Pond schiet in de tweede ronde in het schijfvlak over de kop, dicht bij vele toeschouwers. Als een godswonder blijft iedereen ongedeerd. Of hebben deze mannen daar iets mee te maken? Baghetti en Taylor Hill rijden wiel aan wiel. In ronde 21 laat de versnellingsbak van Bruce McLaren het afweten. Rodriguez gevolgd door Jim Clark in zijn gloednieuwe Lotus 25. Graham Hill neemt de toppositie in zijn BRM. De Beaufort op de zesde positie die voortreffelijk rijdt in zijn Porsche 718, gevolgd door Jim Clark. Ines Ireland vliegt voor de Tarzanbocht van de baan en crasht in de 61ste ronde. Zijn Lotus Climax ligt aan gruzelementen. Gelukkig is hij ongedeerd. Hier nog een deel van de auto. Graham Hill pakt de finish, gevolgd door Trevor Taylor en Phil Hill. Carol Godin de Beaufort pakt de zesde positie en krijgt 1 punt in het klassement. De Union Jack wordt gehezen voor Graham Hill, die voor de eerste keer met een BRM de grote prijs van Nederland wint.